Edwin, dit moet toch zuur zijn? In Hoorn verloren jullie ook al van de Rijn en vandaag maakten jullie eigenlijk ook geen schijn van kans. Ja, geen schijn van kans. We hebben twee periodes goed gespeeld, maar in de andere twee periodes hebben we het verpest. Je ziet gewoon dat we de eerste periode geven meteen veel te veel weg. We komen meteen op achterstand. Tweede periode komen we terug. Op zich best wel netjes komen we terug. Dan staat volgens mij 6-4. Derde periode spelen we eigenlijk weer slecht. En de vierde periode heb je niet meer genoeg om terug te knokken. Dan is het pijpje een beetje leeg. Desondanks, er moeten nog het nodige aan competitiewedstrijden gespeeld worden. Denk ik dat jullie toch niet ontevreden mogen zijn als Hoorn. Nee, zeker. West-Friesland. Ja, zeker. Maar je moet ook niet vergeten, dit is gewoon de nummer 4 waar we tegen spelen. Hè? En we kwamen van een redelijke plek onderaan. We knokken ons langzaamaan terug. Nou, vorige keer hebben we gewonnen van de nummer 2, dus dat is ook wel een prestatie. En we moeten toch tegen wat lagere ploegen. Dus ik denk dat we daar zeker nog punten mee kunnen binnenslepen. Waar zat het grote verschil vandaag in? Sorry? Waar zat het grote verschil vandaag in? Ja, dat zat puur in onze eigen fouten. We zijn te slordig. Paas komen niet aan. Heel snel worden ballen aan de tegenstander ingeleverd. 4-5 keer na 4 seconden al. Ja, dat is zo slordig. Dat kan je niet maken in deze competitie. Ja, Niels, vorige week heb ik enorm veel passie, strijd en energie gezien van SG West-Friesland. Vandaag was dat toch een stukje minder. Ja, joh, vandaag was het helemaal niks. Eerste periode, heel slecht. Geen aansluiting. Ons hele spel wat we vorige week speelden, totaal niet terug te zien. En ja, dat was gewoon slecht, echt. Oh, jammer, want is vorige week inderdaad een puikenwedstrijd tegen de nummer 2 van de competitie gespeeld. Nou was dit de nummer 4, ook geen pannenkoekploeg, want thuis verloren jullie ook van ze. Ja, klopt. Maar ja, dan denk je van na een wedstrijd zoals vorige week, afgelopen week weer goed getraind. Dan denk je, nou, dan gaan we ze weer, nou, kunnen we goed tegenaan. En het inschieten gaat goed. Nou, en dan zie je de eerste periode. En bij de eerste twee aanvallen zie je het al. Dan denk je van, het sluit niet lekker aan, het gaat niet lekker. Ja, dat is gewoon hartstikke jammer. Ja, toch na twee periodes, halverwege de wedstrijd, 6-4. Dan is eigenlijk nog niks aan de hand. Ja, klopt. Dan pakken we het weer terug. En dan hadden we toch weer eventjes de power om bij te komen. En dan zie je de derde partje, verzwakt het gewoon meteen weer. En het is gewoon zo hartstikke jammer. En dan loopt het vrij snel achter de feiten aan, want toen ging het heel hard. Ja, heel veel persoonlijke fouten achter elkaar. Waardoor je gelijk direct een tegendoelpunt krijgt. Ja, dat is gewoon zonde. Kom ik een keer vrij door in het midden. En dan wordt er niet overgepaast. En er zijn nog een aantal dingen dat er gebeurt. Dat hij gewoon op een vrije man had kunnen pasen in plaats van schieten. En dan krijg je gewoon een tegendoelpunt. En dan loop je inderdaad achter de feit aan. Uiteindelijk is het 12-9 geworden. Dat lijkt niet zo zwaar. Maar dat komt ook een beetje omdat in de laatste periode je toch nog wel een paar doelpuntjes pakte. Ja, klopt. In de laatste periode pakten we toch weer een beetje terug. En ik weet niet of ik er zo goed van moet zeggen, maar ik vond het niet echt een sterke wedstrijd. Maar ja, op de een of andere manier konden we het blijkbaar toch nog eventjes een beetje terugpakken. Maar ja, of het nou echt heel sterk was, ik denk het niet. Ik denk dat we nog even aan moeten werken weer op training, want dit zo kunnen we niet verder in de competitie. Ja Ron, we kunnen lang en kort praten over deze wedstrijd. Feit is dat je ploeg minder energie te toon spreidt als in de vorige wedstrijd. Ja, klopt. Baal je daar niet vreselijk van als coach? Ja, en ook de opdrachten die ze niet vullen. En als je van tevoren bepaalde dingen zegt van jullie gaan, als je ik weet dat ze onder druk komen staan, ga je uitleggen. Trainen we ook op. Dan moet je ervan uitgaan dat je niet elke bal meekrijgt. En ze blijven allemaal een beetje bewegings maken, maar zolang de scheidsrechter niks ziet, ja. En die gasten pakken de bal en zijn we weg en dan leggen we te kijken. Ja, dat is gebrek aan een beleving. Halverwege de wedstrijd 6-4, dan is er eigenlijk nog niks aan de hand. Maar dan krijgen we inmiddels weer het beruchte derde partje. Ja, weet ik wel. Wat voor val. Ik weet niet of dat een berucht is. Ik wil daar niet op hameren, want dan ga je mensen wat aanpraten ook. Maar je komt terug tot 6-5. En ik ga niet meer de vinger wijzen, maar mensen weten zelf wel die 4, 5, 6 fouten maken, ja, die mogen de boetekleed aantrekken, denk ik. Ja, en dan ook in de vierde periode is er eigenlijk geen houden aan, want eerlijk is eerlijk, de Rijn is gewoon een goede ploeg. Uiteindelijk eindigt het op 12-9, dan valt de schade eigenlijk nog wel mee. Ja, goede ploeg. Maar ja, ze staan niet voor niks zo hoog in de ranglijst. Nou, dat zeggen we niet zoveel. Ik bedoel, als je naar hun uitslag kijkt, dan valt de kwartje bij hun de goede kant, dat bij ons niet. En er zijn een paar jongens die net een over de streep trekken, maar... Ik denk als wij niet onder ons niveau, als wij ze vandaag thuis hadden, hadden we een hele andere wedstrijd geweest, denk ik. En dat zegt hun coach ook, hij blijft altijd anders. En ik vond hun
Zij straffen onze fout af, maar het zijn onze, ze hebben gewonnen mede dankzij hun felheid en dankzij het gebruik maken van onze fouten. En, niet meer en niet minder. Werk aan de winkel. Ja, maar dat is elke keer.